Het Beatrix Park staat deze dagen vol met dinosaurussen. En dat heeft alles te maken met de komst van Jurassic Kingdom naar Schiedam. Schiedam is bekend als Geneefstad, een mooie historische stad. We zeggen altijd authentiek vernieuwend en levendig. Maar vanaf vandaag zijn we een maand lang dino-stad. Niet alleen van Nederland, maar van Europa. Anderhalf jaar geleden liep meneer Lee hier al rond, had hij het park bezocht. En was hij eigenlijk al heel snel overtuigd van het feit dat deze locatie heel geschikt is voor de eerste Europese tentoonstelling. Het is niet te grootschalig, maar het trekt wel bezoekers van buiten de regio naar Schiedam. Nou, dat mag. Men mag het Beatrix Park best wel leren kennen. Okay, so this is called the Oviraptor. So every dinosaur has an information panel, so it's very educational. So when visitors come along, the children, they can read the information panel and learn about the dinosaurs. It's both entertaining and educational, so which is why it's a very good show for families. Parents, children, they can both learn, okay? You're one of the men who brought this event to Schiedam. Yeah, that's right. This is the event we brought. We had in the UK last year, and we bring to Schiedam. But this is the first first event we will have in the mainland Europeans. Ja, dit is natuurlijk wel een evenement om Schiedam te promoten. Ja, heerlijk. En wat zo heel erg leuk is, het is een familie-evenement. En daar hebben we er niet zo gek veel van, terwijl we wel heel veel families in Schiedam hebben en in omstreken. Dus heel erg leuk om dat hier in Schiedam te hebben. We launched last year during Easter time in London, then we toured the UK for a whole year. Then this year we're touring again, but this is our first venue outside of the UK. So these are raptors, caged raptors. They're so dangerous, we had to put them in a cage. Can you explain what we can expect when we are visiting Jurassic Kingdom? What you will see is about 35 life-size animatronic dinosaurs. Now, when I say animatronic, by that I mean moving heads, tails moving side to side, jaws opening wide, real sound effects, roaring sound effects. There's an excavation scene for children. There's a T-Rex ride for children. There's a cinema area for families to watch a BBC documentary about the history of dinosaurs. And then also there's lots of food and drink trucks around. So it's a great family day out. Wat ik natuurlijk heel erg leuk vind, is dat we graag mensen uit de regio op Schiedam willen attenderen. Dit geeft heel veel publiciteit. Als ik dagelijks kijk in mijn inbox, dan zie ik allerlei free publicity, zoals dat zo mooi heet. En dat is natuurlijk heel graag wat we willen, dat mensen naar Schiedam komen. Dat ze Schiedam leren kennen en dat ze hier naartoe komen. En we hopen natuurlijk ook dat ze nog een beetje in de stad blijven hangen. The reason why we chose Princess Beatrix Park is because when you look around, you can see the dinosaurs in the background. Doesn't it look like the natural environment for the dinosaurs? We felt this park was ideal, the way that it's got the trees and the bushes. We can hide the dinosaurs amongst the greenery, so it becomes a nice walk-through trail. So as people come in, they walk around, they uncover one dinosaur, walk around another corner, uncover another dinosaur. So we wanted to create an walk-through experience. Oh, they skid in the park. It's the best park I saw last year, September. I went here. I come here and see the old park. I've been visit almost 20 parks. I think this one's our sort best one. En het moment is natuurlijk goed, want er is heel veel belangstelling voor de dinosaurussen, vanwege de film ook onder andere die uit is. Dus lijkt me een goede trekpleister. Ja, er is ook een goede samenwerking met de Euroscoop, want dat is natuurlijk mooie timing, om maar zo te zeggen. En wat is er mooi om eerst even de nieuwe film van Jurassic Park te kijken en vervolgens hier in het bijna in het echt te kunnen zien. Dus mooie combinatie en leuk dat die samenwerking ook goed tot stand is gekomen. And the last few days we started the production. We see the local people, they were nice. Yeah, they like it. We can see that they're so excited for that. So we can say Schiedam is Dino City the next month. Absolutely, we will call this Jurassic Park.